Hey, kijkers van de Zavondkraft, zoals beloofd. We gaan een video laten zien. Niet op dit map. Ik weet, mijn haar zit echt weird, jongen. Zal ik het gewoon lekker zo houden, zo? Speciaal voor jullie. We gaan een video maken over My Nation. Wat de 25e live gaat op de server voor iedereen die een kleine whitelist wil halen. Of zelfs met een gold rank en hoger kan dit joinen. En de vorige keer hebben we natuurlijk de dinmap laten zien. Deze keer gaan we het anders doen. Deze keer gaan we niet de dinmap laten zien. Maar ga ik gewoon bij mensen langs op basis. Ik heb het een keer in een livestream gedaan. Jullie vonden het heel erg leuk. Dus voor de mensen die nog moeten joinen en ook de mensen die al hier zijn. Kun je een beetje spieken bij de buren en dergelijke. Kom lekker kijken, want ja, we gaan allemaal dingen zien. We beginnen gewoon bovenaan. We kijken wel hoe lang we bezig gaan. Waarschijnlijk ongeveer een kwartiertje. Laat die like eventjes achter. Wat ik jammer vind is dat volgens de nieuwe YouTube-algoritme je namelijk als je 1900 likes hebt, dan staat er 1000. 1k likes staat er dan. Oftewel, zorg dat we in ieder geval die 2000 likes even een keer halen. Zou ik heel leuk vinden. Zie je dat de teller nog wat laag staat? Dan ram je hem erin. En dat was niet seksistisch bedoeld. We gaan beginnen met de allereerste. Oh, en we zijn er al. Nou, wat hebben ze? Een standaard base. Heel veel mensen zullen waarschijnlijk een soort standaard base hebben. Als in, deze jongens zijn aan het hout hakken. Hebben een simpel farmpje. Oh, hier moeten we even het water fixen. Fix water 20. Hoppakee, gedaan. En ze zijn hier bezig met iets wat lijkt op een mine. Maar ze schermen het af. Oh, nee, helemaal niet. Nee, kijk. En hier is dan een mine. Oh, ze hebben gelijk al iron gevonden. Netjes, jongens. Ook goed gebouwd. I like it. En zo hoort dat. We kunnen gelijk door naar de volgende, volgens mij. 12 wessel. Sommige mensen zijn al wel heel ver. En misschien dat we die vandaag wel gaan zien. Dit ook. I like it. Wat ze hier doen, is ze zijn een soort bezig met tot nu toe een tree farm. Maar ik denk dat het uiteindelijk een muur wordt. En kijk, je hoeft niet aan het water te zitten. Eén blokje water is voldoende. Om, dat hebben ze gewoon hier rechts vandaan gehaald. Om het allemaal te doen. Dit hakken ze weg. Tot nu toe allemaal super veilig. Ze minen wel, ze levelen wel. Dat doen ze hier. Maar ze gaan niet tot aan onderin. Ja, nice jongens, nice. Dit schildje hout. Gewoon koppel in het midden. Blijf gewoon lekker zitten. Ja, en zo hoort de mine eruit te zien. Niet verder gaan als de bouwer er niet is. En ziet er dope uit. Dit vind ik wel een beetje jammer dat jullie het niet afmaken. Maar ik ben vandaag, weet je wat, we stellen hem gewoon in. // none brush sphere 03 mask leave. En dan kunnen we het gewoon even lekker weghalen voor ze. Oh, we doen hem zelfs ietsje groter. 4. Kunnen we het in één keer doen. Zo, kunnen zij dit lekker weghakken. Arme jongens. Zo, nou. Maar voortaan eventjes lekker die boompjes doen, hè jongens. Niet zo vervelend doen. We gaan naar de volgende. En dat is Altidor. Altidor. Zo. Zoals ik al zei. Sommige mensen zijn al een heel stuk verder. Deze zijn zelfs wel bezig om een muur te maken. En ik heb het idee dat ze veilig zijn. Volgens mij... Ja, hier kom jij dus op geen enkele manier binnen zonder Flyax. Heel erg tof. Nu al. Binnen 3 dagen of zo. 4 dagen. Dit ook. Kun je hieronder? Oh, ik dacht even dat ze echt... Oh, jawel. Ja, dit is gewoon een trappetje naar de mijn. En hier zit nog iron. Zullen we ze een beetje helpen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gaan we gewoon het iron verplaatsen. Even niemand last van. Maar kunnen zij verder. Dat doen we ook als fitnessmod. Komt er gewoon bij. Nou, ziet er goed uit. Ik kan er weinig over zeggen. Hebben ze dit, ja, ook dit hebben ze allemaal niet in laten storten. Een normale tree farm. Een gigantisch grote... Wat is het? Ja, een grote farm. En ze zitten lekker aan het strand. Grote beest ook dit. Moet je kijken, joh. Holy shit. Ha, volgende. We gaan naar Afeo. Afeo. Oeh, die maakt er ook wat moois van. Zo te zien. Die zijn ver in het water gegaan. Dan gaan we even spieken of ze het goed gedaan hebben. Dat hebben ze. Hier zat iemand in een boom. Beetje raar. Ja, alsjeblieft. En wat is dit dan? Oké, mine. Ik heb eigenlijk wel een beetje het idee om hier dingen te brushen. Maar dat ga ik nou niet doen, denk ik. Jongens zijn druk bezig met zo te zien een soort plateautje of zo. En nou, alsnog, binnen een paar dagen dit maken met de mineation regels. Met 20 seconden cooldown voordat je een blokje kan plaatsen, is echt kapot knap. We gaan naar Aiden. Hoppakee, Aiden 2003. Waar zou 2004 zitten? Wat heeft hij dan? Oké. Okay. Oh, zitten we meer met een team. Oké. Okay. Ja. Ziet er goed uit. Iemand moet waarschijnlijk hout plaatsen. En hebben een beetje een moeilijke optie gekozen. Hier aan de rivier wel. Maar ook dit. Dit is toch zielig. Moet je nou kijken. Zal ik ze water geven? Ik ga ze water geven.
Hier. Zo. Tada! Hebben jullie gratis water gekregen? Ik hoop dat jullie heel erg blij mee bent. Zal ik ze een boomiel geven? Even kijken. Let op. Gooi we zoveel Aiden. Hop. Done. Zou dit zien? Aiden, voor je. Hey. Zou dit echt niet zien? Nu dan. Hij ziet het nog steeds niet. Nou, het ligt pal voor zijn neus. Alsjeblieft, Aiden in ieder geval. We gaan naar de volgende. En dat is Bobby. Bobby de Bouwer. Bobby de Bouwer. Kan hij het maken? Ja, en of. Oh, wacht. Die zijn weer er geweest. Ja, dat was de eerste base. Oké. Gaan we naar Cyber. En Cyber is lichtelijk gevaarlijk bezig. Is het diezelfde dude? Ja! Die zat hier gewoon onder, man. Cyber. Grote vriend. Ik weet niet of je dit lang vol kan houden. Maar succes ermee. Ik denk dat iemand binnenkort iets op je dak gaat gooien. Gaan we naar Sika Bliat. Die zit bij... Wow. Holy shit. Dit is pas een muur. Vier dik. God damn. Zij hebben begrepen hoe je een base hoort te bouwen. En ook nog mooi symmetrisch. Druk bezig met dit. Met dit. Ze hebben allemaal bomen hier. En hier zijn ze van het uitgraven. Jongens, dit wordt een hele grote base. Hoeveel chunks is dit wel niet, joh? Nou, ziet er ook goed uit. We gaan naar Datsy. En wat heeft Datsy? Of is dat een Venusmod? Nee, is geen Venusmod. Nou, ik wou zeggen een kleine base, maar dat valt eigenlijk nogal mee. Want volgens mij hebben ze redelijk wat chunkjes. Oh, dat is die gasten die op zijn eigen eiland zitten. Farmpje. Huisje. Werkplekje. Dit kunnen ze niet weghalen, dus ik zal ze even een handje helpen. En een of andere mooiere muur, schuine muur. I like it. Ik hou niet zo van die vierkante dozen, zeg maar, als ik eerlijk ben. Wat zijn ze hier aan het maken? Is dit een mine? Ja. En zij hebben zoiets van, weet je wat wij doen? Wij zetten er... Oh, dat is zielig. Zo, hoppakee. Zij zetten zoiets van, we gaan hierboven ook gewoon iets bouwen. Want waarom zou je elke mine open moeten? Dat hoeft helemaal niet. Sterker nog, ik raad het zelfs af. Oké, dan gaan we naar Den 8. Den 8. Met wegpiraat. Wow. Dit is kut voor ze. Oké. Ja, hoe ga je dat ook oplossen, hè? Daar zijn ze natuurlijk het level nog helemaal niet voor. Maar misschien kunnen we zo een klein beetje helpen. Ik weet nog niet hoe. Ik denk dat ik het weet. Ik zet deze hier even neer zo. Deze ook. Die gaat ernaast. En dan doen we hier even. Dit doen we even weg zo. Hoppakee. None. Brush smooth. 3. En dan maken we er even iets moois van. Vinden jullie... Oh, undo. Wat vinden jullie ervan tot nu toe zo? Is fijner voor die jongens toch, lijkt mij. Kijk dan. Ja, stukken beter. Hoppakee. Fixed hoor, jongens. Fixed. Het is weer één geheel. Ja, die hebben ervoor gekozen om vlakbij dit, hoe heet het? Mycelium, om daar te zitten. Is leuk. Makkelijk mushrooms op broeien, maar... Een ander dingetje wat ik zie wat nog wel even moet gebeuren. Sorry, jongens, maar dat is wel een regel. Is dit. Zo. Ja. Helaas, dat gaat uiteindelijk dus weg. Op naar de volgende. We gaan naar Depth of Justice, dat bij de spawn. Dit is Daan. Hallo Daan. Oeh. Ook een mine. Ik vind het leuk om te zien dat zoveel mensen zich houden aan hoe het zou moeten. Kijk dan. Ja hoor. Zoveel mensen die hebben zoiets van, wij willen niet dat onze shit instort. Echt groot gelijk ook. Wat is dit? Dit wordt een huis, zo te zien. Een enorme farm. En dit zijn ook jongens die hebben een privé-eiland. Oh, genieten. Kijk dan wat ze doen, joh. En dit is allemaal van hun. En hier een mine op een veilige plek. Leuk, man, om te zien. Alleen, ik lijk er natuurlijk wel een klein beetje op elkaar. Maar ik vind het voornamelijk leuk dat mensen het zo serieus nemen. Nou, dan gaan we bij Team Dot kijken. Team Dot heeft meerdere bases, volgens mij. Ja, ziet er leuk uit. Hier moet dat water dan doorlopen, volgens mij. Fix water 25. Geregeld. Hallo Davy. En hier zitten ze al in de grot. Ja, hier kun je nog niet zo heel ver. We kunnen even kijken of we ze een handje kunnen helpen.
fixed. Doen we even. Oh, dan kunnen ze niet meer omhoog. Thanks, zeggen ze ook. Alsjeblieft. Nou, dan kijken we. Ja, wat hebben ze eigenlijk? Zoveel hebben ze helemaal niet. Ik dacht dat Team Dot veel groter was. Hebben ze zitten switchen van oh, we zitten vast. Nee, joh. Wat we dan doen is even zo. Tada! Meer, minder clay. Ah, ze hebben het al gevonden. Fetish mod is leuk. Zou je ook fetish mod willen zijn, jongens, of niet? Oh my god, zegt iemand. Doen we gewoon even. Thanks. Op naar de volgende. We gaan naar... TP Doe? Ja, Doei. Oh, Doei heeft nog geen plekkie. Dat ruimt. Tenminste, ik denk dat dit... Er zit wel een beest in de buurt. Waar? Hier. Nee, andere kant op. Hier. Waar zit die stomme beest? Oh, hier. Ik ben echt blind. Ik ben blinde kip. Wat is dit voor iets? Dit is het team van TDM en Koen. Hi Koen. Hi TDM. Ziet er goed uit, jongens. Helemaal mooi. Dit gaat wel een keer instorten, dus dat zal ik snel doen. Maar dan zijn jullie al mee bezig, dus ik laat jullie even lekker. En meneer Garlic Bread is hier bezig. Dit is Rick Hartje Ramadan. Oké. Okay. En Official Chris. Maakt ook gelijk een paadje. Waarom ook niet. Op naar de volgende. Dit is leuk man om te doen. Ik kan het echt heel lang doen. We gaan naar Leon. Dit is Lee. Die heeft... Oké, okay, die gaan we wel pesten. Dat is altijd leuk. Wat hebben ze hier in godsnaam gedaan? Oh, die zijn gewoon een mine aan het maken. I like it. Goed gedaan, jongens. Ook jullie houden die eraan. En wat zijn ze hier dan aan het doen eigenlijk, precies? Nog niet zo heel veel. Zal ik ze helpen met een kist? Ik ga ze gewoon helpen met een kist. Dat kan mij het schelen. Kist. Ga even aan de kant, dikkert. Even kijken. Ik wil wel zorgen dat we binnen de chunk zitten. Dit is de buiten. Dus dan doen we het hier zo. Hop. En daarbovenop. Een kist. Mooi hè, neighbor? Neighbor? Hé, je bent mijn buurman. Je bent mijn neighbor. Nee? Ik vond hem wel grappig eigenlijk. Maar jullie niet zo. Dat geeft helemaal niet. Oké, ook weer gedaan. Maar valt niet zo heel veel te kijken. Dan kijken we bij dus Cedric. En we zijn er nog maar op een kwart. Om even een idee te krijgen. Dus Cedric is heel druk bezig met dus bomen. Zo te zien. Nou, ziet er goed uit dus Cedric. Maar waar ben jij voor aan... Oh, holy shit, Terino. Iemand is bang dat hij zin gaat storten. Nou, vriendelijke vrienden. Dit gaat niet zo heel snel instorten. Ook dit is slim. Ze hebben er goed naar de video's gekeken. Wheat heeft open lucht nodig. Dat hebben ze op deze manier gedaan. God damn it, wat zijn jullie slim. Jullie zijn echt slim met z'n allen. Ja, hier een mine gemaakt wat niet in kan storten. Want het is inderdaad een omgekeerde piramide mine. Een beetje slordig nog, maar dat maakt helemaal niet uit. En Fade to Grey heeft zoiets van... Better safe than sorry. Gewoon genoeg. Oké, okay, nice. Next. Op naar Emma de Panda. Oh, die hoort hierbij? Nee, dat is weer een andere base. Man, het lijkt op elkaar. Hebben we ook open ruimtes gedaan. Maar waar is hun mine? Oh. Hun mine is hier. Alhoewel. Ze hebben eigenlijk helemaal geen mine, denk ik. KMO 3, hebben ze een mine? Nee joh. Helemaal niks. Oké. Okay. Ja, dan houdt het natuurlijk wel een beetje op, hè. Oh, shit, ik zit ergens in. Op naar Empire. Empire King. Oké. Okay. Empire King is bezig met houthakken. Samen met Thibaut. Goed zo, jongens. En waar zitten jullie precies? F3A, want we moeten wel inladen. Hebben jullie ook een eigen eiland? Nee. Oh, dat ziet er mooi uit. Wacht even. Is dit een eiland? Oh, maar ze hebben wel buren. Gaan we zo meteen even bij de buren kijken. Prima. Wat die jongens nu hebben is het volgende. Ze hebben hier een mindje aangelegd. In aanbouw momenteel. Maar stevig genoeg dat het niet instort. Zij zijn hier de boom in. Je kan de boom in, jong. Oké. Okay. En ze hebben hier een soort plateautje neergezet. Graan. Met, oh ja, dit scheelt ruimte. Kun je ook allemaal blokken inzetten, maar ik heb ook gewoon zo'n... Wow, er is nog eentje. Daar gaan we ook even kijken. Zullen we? Die willen gelijk de hoogte in. Dat is helemaal niet zo verkeerd eigenlijk. Want het eiland zit natuurlijk al op een bepaalde hoogte. Hoe gaan ze dit doen? Palen? Ja, dat is prima. En er is nobody home, in ieder geval. Dit is een raar gat. Voor de rest iets wat ze gedaan hebben? Nee, ook niet echt. Oké, dan gaan we terug. Want aan de andere kant was ook nog een eiland. En dat vond ik wel even leuk om dat te kijken. Ik weet niet of jullie het leuk vinden, maar ik vind het leuk. Ik vind het lachen! Dat is toch lachen, joh!
Bassie? Oh, joh. Ja. Ik was hier net ook. Vandaar. Nou, we gaan nog eventjes naar Estebanos. Estebanos. Ah, dit gaan we dus niet doen. Nee. Dit vinden wij niet stevig. Dat op een deurblok bomen staan. Even dat je het weet. Dus nee, doen we niet. Als je wilde dat alles instort, dan had ik dit niet moeten doen. Dan had ik gewoon die bomen naar beneden kunnen laten flikken. Want ze staan op één deurblokje. En dat is niet de bedoeling. Ik ga het ook even melden. Waar is die knul? Waar is die heen? Hoe heet die? Finn. Fix. Oh, fix. Nou, heb ik hem even gemeld. Want ik weet dat heel veel mensen hebben zoiets van, ja, maar dan kun je er makkelijk onder. Maar dit slaat natuurlijk nergens op. Dit. Dat is natuurlijk gewoon raar. Ik ga het ook niet doen, want hij wist het waarschijnlijk niet. Maar ja, nee, dat zou ik niet doen. Nou, dat was de eerste tour, jongens. Wat vonden jullie van de tour? Hebben we een beetje een leuke tour gedaan hier over de server? Misschien is jouw bouwwerk wel geweest. Misschien heb je nu inspiratie gekregen. Misschien helemaal niet. Wat is dit? Oh, hallo. Dat is raar. Zien jullie dat? Ik krijg zomaar in één keer mijn... Oh, apart. Nou, inspiratie, wel of niet opgedaan. Laat het maar even weten. En dan zie ik je heel graag een volgende keer weer hier bij een video op DDC. Vergeet die likes niet even achter te laten. Ik zei het aan het begin al. Ik zou het heel erg leuk vinden als wij eens een keer de 2000 likes kunnen aantikken. En dan zie ik je heel graag een volgende keer bij een nieuwe video op DDC. Later.